Goedemiddag. Het is stralend weer in Nederland. Hier en daar wel natuurlijk wat stapelwolkjes. Maar op de satellietfoto is goed te zien dat er relatief weinig bewolking aanwezig is. En er is zeer warme lucht aanwezig. Dat betekent dat de temperatuur inmiddels al flink is opgelopen. In een groot deel van het land is het al boven de 30 graden. En die 30 graden die zal ook nog wel wat meer naar het noorden gaan uitspreiden. Kortom, een tropische dag in een groot deel van het land. En vanavond en vannacht zal het ook zeer warm blijven. Dit is de verwachting voor de komende 24 uur. Nou, we beginnen op woensdagmiddag, wat nu het geval is. Rond die 30 graden dus in een groot deel van het land wordt zelfs nog wat warmer. Vannacht hoog het minima, rond 18 graden in de steden, nog een stuk warmer. En dan morgen in de loop van de ochtend alweer snel oplopende temperaturen met veel zon. En dan is het opnieuw ruim 30 graden. Het wordt morgen nog wat warmer dan vandaag, lokaal 33 of 34 graden. Maar ik wil er wel iets bij zeggen, want vanuit het zuidwesten in de middag gaat de wind draaien naar het noordwesten. Dat betekent dat er vanaf zee duidelijk koelere lucht het land in gaat stromen. Dat zal het eerst merkbaar zijn in Zeeland en later ook in Zuid-Holland en elders in het land. Dat is een geleidelijk proces. In het oosten van het land blijft het nog heel lang boven de 25 graden. Maar die temperatuur gaat echt wel een aantal graden dalen. Als ik de animatie weer aanzet, dan zien we dat die temperaturen uiteindelijk in de avond al zo rond 23 graden zijn uitgekomen. Met daarbij ook een stevige wind. En dat betekent dat het op het strand later in de middag echt wel wat frisser gaat worden. Mooi die tweedeling dan zo rond de avond met in het oosten nog steeds die dikke dertigers, terwijl in het westen die koelere lucht is gekomen. Het gaat overigens gepaard met droog weer en wel wat toenemende bewolking. En dan komt er uiteindelijk hier en daar misschien ook nog wel een bui, maar dat is nog lang niet zeker. Hier zien we dat later op de avond in het westen misschien een buitje gaat vallen. En dat schuift dan heel langzaam verder het land op. Later misschien ook in het midden een bui. En vrijdag overdag kunnen er wat meer buien gaan vallen. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit is niet veel neerslag. En het is ook nog maar de vraag of overal die neerslag gaat vallen. Andere modellen zijn voor de nacht een stuk rustiger wat neerslag betreft. Nog even op de kaart. Die hoge temperaturen dus, 29 tot 33 graden. Met de kanttekening dat het later in het zuidwesten wel gaat afkoelen als die noordwestenwind erin komt. Maar zoals gezegd, het blijft wel droog. En vrijdag, dan is de kans op buien wat groter. Zitten we niet meer met die hoge temperaturen. 23 tot 27 graden wordt het. Dat is natuurlijk ook nog steeds wel hoog. Maar het is dan wel een ander weertype met kans ook op hier en daar die onweersbui. Het weekeinde lijkt weer overwegend droog te gaan verlopen. Met temperaturen ergens tussen 20 en 25 graden. Nog een fijne dag.